Oké, we zijn in een boomhut en dit wordt mijn eerste keer dat ik ga slapen in een boom. Kijk, we zijn met hun. Boy. Stefanie is ook hier, we gaan allemaal slapen. Stefanie heeft het vaker gedaan, zei ze. Ik niet. Gaat leuk zijn, hoop ik. Als het maar niet regent. Oh ja, kijk. Hier is die trap. Oké, tot morgen. Slaap lekker. Zo, goedemorgen. En ja, het is de volgende dag. Het was echt lekker. Ik ben net op. Kijk hier, kijk een beetje scenery. We hebben niet alleen geslapen, we waren met bijen zo te zien. Wacht even, waar zijn ze? Ja, ze zijn vlak hier boven Stefanie. Ik weet niet als je ze kan zien, maar er zijn zoveel bijen hier zo. Ja. Als je goed kijkt, kan je die bijen zien. Al die tijd waren we omringd door zoveel bijen. Maar, gelukkig hebben ze niets met ons gedaan. We hebben gewoon rustig geslapen. Tussen al die bijen, weet je, one with nature. Als je ze geen kwaad doet, doen ze geen kwaad met jou. Daar heb je Stefanie. Ik had gisteravond niet veel filmen, maar toen laat waren aangekomen en het was avond. Ik had geen zin om in de avond te filmen. Dus ik heb gewacht op de ochtend om een beetje die intro te doen. Ja, we zijn hier in verband met Stefanie's moedersjaardag. Dus we zijn hier op, waar zijn we? Saramaka? Damaka? En ja, het is echt mooi hier. Check it. Wacht. Het is moeilijk om te zien, maar het is echt mooi hier. Oké, daar is de zon. We hebben een zwembad daar. Oké, ik ga straks meer laten zien. Oké. Nu zijn we aan het wachten. We moeten even een manier zoeken hoe we tussen die bijen gaan. En dan gaan we naar beneden. We gaan uit die boom. Het was mijn eerste keer slapen in een boomhut. En het was echt leuk hoor. Dat was echt de shit. We gaan bij slapen in een boom. In een hangmat. Hoe tof is dat? Hey, die trap hier is zo stil. Het is best eng. Ik ben niet bang. Graphics is niet bang voor niets. Maar Manuel wel. Ik kan nog gewoon swingen naar beneden met de touw hier. Hè. Yes. We hebben broer en zus hier schoonmaken. Ja hoor. Kijk, Rachel. Dit is geen broer, zus. Zus en zus. Hey, weet je wat makkelijk is van mijn haar? Als ik opsta, hoef ik gewoon dit te doen. En mijn haar is al geregeld. Eerst de beste spiegel die je vindt is voor make-up. Ja. Wow, mijn haar is zo groen. Rachel heeft een baard. Rachel heeft gewoon een witte baard. Eeuw. Kijk, nu is het beter. Ah, nog niet. Ga eindelijk eens maar. Hi. Oké, je hebt al make-up gezet. Laat maar zien hoe mooi ze is. Kijk, zo mooi. Isang. Altijd moet je het verpesten. Kijk nou. Wat? En hoe voelt het om een beetje make-up te hebben gezet, een beetje fris uit te zien? Ik leek op Ken van Barbie. Wat gaan we doen? Wat gaan we vandaag allemaal doen? Ten eerste eten, ik heb honger. En mijn moeder helpen, want ze is jarig. En misschien volleybal. Oké. Okay. We gaan weer spelen, als gisteren. Alleen moet ik mijn vinger niet verswikken dit keer. Hey, je rent direct. Je ziet een camera en direct moet je rennen. Voor mensen die niet weten, dit is Marcel. Dit is mijn gay-ass nephew. He's awesome. Met hem speelde ik League of Legends. Hey, Amandi is flexie no hell. En ik beat ze ass in League of Legends. Maar hij is een goede support. Zie, ik heb het spel afgenomen. Okay. Ik speel geen ADC meer, dus. Wat speel je nu? Mid lane en top. Top. Nee, jungle, mid en top. Mid en jungle. Oh. Wanneer ga je bot doen? If you get me. Och. Je bent een freak. Hij is echt een freak. Oh ja, je bent straight. Oh ja. Je bent echt een freak. You know me how I am. Smile for the vlog. Eat for the vlog. Kijk, we hebben Josh. Hij is al wakker. Starring weer. Extra star right here. Oké, hey, hou het PG, no? PG-13. Oké, je hoeft het ook geen kusje te geven. Jesus. Heer die man die zijn actie zou ik doen. Mijn boel prankie. Wat heb je gedaan met toilet, Benji? Hey, bro, smart. Ik poepen daar, poepen dat ding. Hey, wat kak! Ik ga naar toilet. Ik doe dat hier toilet, no man. En hier hebben we volleyveld. Gisteravond hebben we hoge volleybal. En het was echt de shit. Dat was leuk. Alleen heb ik mijn duim verswikt. Ah! Maar ei, misschien spelen we vandaag weer. Hey, kan je nog fietsen? Nee, dat zit mijn been vast.
So there she goes. Oké, die spelregels zijn daar uitgelegd. Laten we beginnen. Het gaat echt hectisch worden, want die groep is echt groot. Manu! Misschien heb ik een... Plus 2. Nee. Hij heeft je gered. Manu, zit er maar. Manu, zit er Manu. Heb je groen? Zoma, red me. Dag, zei Zoma. Hey, kleur. Punch the like button if you like pineapples. Oké, laten we even onze pineapple eten. Ik weet dat het meloen is, maar ik roep het gewoon pineapple. Suddenly, pineapples. Rachel, ga nog. Hoe rent ze? Rachel, nog een keer. Hoe? Jawel. Gisteravond hebben we ook gespeeld en we hebben blessures opgelopen. Met duim. Is verswik. Dus vandaag niet moet even rustig. Ik kan ook mijn schoonpaaier. Ik kan ook eens aan mij doen. Wanders, je ziet dat zij schoonpaaier doen. Etewang. Kan mij setup. Mijn setup formatie op bij haar, hè? Ah, Rachel, ga spelen nou. Hey guys, sorry dat ik die vlog niet heb afgesloten, want het begon te regenen daar en alles ging zo snel. Dus we zijn maar naar huis gekomen en ik dacht van, weet je, laat me het hier afsluiten. En guess what? Ik vond het zo leuk in die hangmat daar dat ik heb besloten om mijn eigen hangmat hier op te hangen. Hopelijk is het even lekker, want het is ook in de lucht. Het is geen boom, maar het is in de lucht. Oké, laten we proberen. Ik denk dat ik dit iets strakker moet zetten. Strak genoeg hoop ik. Als ik val, dan weet wat het dan niet goed is. So, as you can see, het is geluk. Ik ben helemaal kletsnat van de zweet. En ja, tenminste lig ik relaxed hier. Allee, waait het niet zoveel als daar op Saramaca. Maar ja, brothers, deze video is een beetje meer gericht op mij testen hoe het is om te vloggen in het Nederlands. Dus... ja, dit is de eerste keer dat ik vlog in het Nederlands. Of eigenlijk een video dat ik maak in het Nederlands. Dus ik dacht van ja, misschien is dit stapje buiten de stad een leuke gelegenheid om te vloggen. En om dit uit te testen. Dus als jullie ervan hebben genoten, vergeet niet. Punch de like button en abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En laat wat comments achter wat je wel en wat minder leuk hebt gevonden van deze video. En ja, that's it. Tot de volgende. Ciao!